NS opent weer de Upcycle Shop, een overzicht van de grote stationsgebouwingen en een vechtpartij in een trein. Welkom bij NS Weekly. Hoi, ik ben Aris Pommans. Leuk dat je weer kijkt. Van 4 tot en met 10 november worden de deuren geopend van de NS Upcycle Shop op station Utrecht Centraal. En daar kun je allerlei spullen bemachtigen van voormalige treinonderdelen, zoals prullenbak plantenbakken, maar ook van gele vertrekstaten, daar worden vogelhuisjes van gemaakt, of tassen van stoelbekleding. Ga daar kijken, want wellicht zit er iets leuks voor je tussen voor in je interieur of in je garderobe. En hoe gaan we in de toekomst naar het station? Nu doen we dat bijvoorbeeld op de fiets, maar geldt dat over 20 jaar nog wel? Op de Dutch Design Week in Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar hoe wij in de toekomst ons naar het station begeven. En NS Weekly was erbij. De meeste reizigers komen nu met de fiets naar het station. Op de Dutch Design Week stelt NS de vraag hoe dat in de toekomst zal gaan. Weet je, de treinreis begint niet in de trein, het begint thuis. En wij vinden als NS heel belangrijk om de totale reis, dus echt op mobiliteit, te beschouwen. En daar ligt voor ons een uitdaging. Wij weten heel veel van hoe mensen nu naar het station komen, maar hoe gaan ze dat in de toekomst doen? Ik denk dat designer ons kan helpen om daar vanuit een ander perspectief naar te kijken. Wij zijn toch wel een redelijk technisch bedrijf en willen graag dingen technisch oplossen. En ik denk dat de tijd nu gaat vragen om meer vanuit gedrag en gedragsverandering dit aan te vliegen. Want we kunnen niet op dezelfde manier doorgaan naar de toekomst. Ik hoop nog steeds dat uiteindelijk het station naar mij toe komt, maar wellicht is dat wel heel erg hoog gegrepen. Op dit moment zijn er heel veel stations in verbouwing trouwens. Als je regelmatig met de trein reist, dan is het je waarschijnlijk wel opgevallen. En hier komt een kort overzicht. Maar liefst 14 Nederlandse stations ondergaan op dit moment een verbouwing. Bijvoorbeeld hier, in Rotterdam-Alexander. De contouren van de nieuwe stationshal zijn al zichtbaar. Of hier, in Zaandam. Zaanse huisjes geven de omgeving een eigen identiteit. Ook op Amsterdam-Amstel krijgt het station en de omgeving een complete makeover. En neem Den Haag-Hollandspoor. Onder andere een tunnel maakt reizen daar straks nog aangenamer. Ja, NS en ProRail werken dus hard aan nieuwe stations. En dat proberen we te doen met zo min mogelijk hinder voor je. Soms lukt dat niet altijd, maar je krijgt er uiteindelijk wel prachtige nieuwe stations voor terug. Afgelopen dinsdagochtend in de ochtendspits is er een vechtpartij uitgebroken in de intercity van Nijmegen naar Roosendaal. De politie haalde de vechtersbazen in Os uit de trein, maar kennelijk zijn ze er niet zonder kleerscheuren afgekomen. Want er was nog bloed aanwezig in de coupé. Dat werd in Den Bosch schoongemaakt. De intercity liep uiteindelijk 25 minuten vertraging op. Werkzaamheden dan. We hadden het al over nieuwe stations. Amsterdam-Zuid is aan de beurt. Dat wordt grondig verbouwd. Ook de snelweg wordt daar verplaatst. Daardoor rijden er geen treinen dit weekend rondom dat station. Plan goed je reis. Dan kom je onderweg niet voor verrassingen te staan. En achter mij zie je allemaal blaadjes, plaatjes. En dat komt omdat we het gaan hebben over blaadjes, paadjes. Jawel, dat zijn leuke wandelroutes van station naar station. Speciaal voor de herfst. En je vindt ze op reisjefit.nl. En tot zover NS Weekly voor deze week alweer. We zijn de volgende week weer. Dag!